beginnen 's morgens dus met het maken van de bidons. Drie koelboxen moeten dus voor de auto's klaargemaakt worden. De broodjes voor de renners na de koers, voor het personeel. Eten voor de renners op de fiets. Mm-hmm. En dan, als dat gebeurd is, dan neemt 2 uur in beslag ongeveer. Dan trekken we 2 uur vooruit en gaan we rijden richting start. En zorgen dat de bidons op de fiets komen. Als het eten klaar staat, als ze mee kunnen nemen achter in het shirt. En dan gaan ze vertrekken en dan rijden wij naar de bevoorrading. In een bevoorradingszakje zitten dus 2 bidons, 2 met suikers. 1 blikje cola voor de energieboost. We hebben 1 taartje, in dit geval abrikozen en een rijstenblokje. Dat is eigenlijk een mengsel van rijst, Philadelphia. Dat we zelf maken voor de snelle suikers. We hebben verder nog 2 gels. Een reep en nog wat carbofruit, suikers. En dat kunnen ze dus meenemen voor de finale. En nu ga je die zakjes aanreiken. Wat moet je dan doen en wat moet je zeker niet doen? Nou, zorg dat je de juiste renner, dat hij ook wel vrij is, dat die renner de zak aan kan nemen. En zeker op tijd loslaten, maar ook zeker niet meelopen met de renner. En gewoon blijven staan zeker. Ja, de verzorging is heel belangrijk als je na de koers gewoon je eten en geavanceerd kan worden en onder de koers gewoon goed geholpen kan worden. Dat zijn de kleine dingetjes die wel meehelpen. En nu zijn jullie niet een heel erg groot team in verhouding met de teams hier aan de stad, maar jullie hebben wel een bus bij jullie. Dat is een verschil met die continentale teams, de andere. Ja, klopt. Het materiaal en alles is gewoon heel goed geregeld bij deze ploeg. Dus ja, voor continentale teams hebben we het gewoon heel goed voor elkaar. Dit zijn de seats voor de heren. En het is op dit moment is het dus een hun huiskamer. Je ziet het, hun kleding en hun schoenen en alles wat ze niet tijdens de koers nodig hebben. Dat laten ze hier achter en ze hebben zo allemaal hun eigen plek. En dat vinden zij op deze manier het meest relaxte. Nou, dan gaan we verder. Dan hebben we hier een wastafel. Zoals je ziet, met een koffiezetapparaat. Een snelkoker voor thee te zetten of waar dan ook water voor te koken. We hebben hier een voorraad kruiden, afwasmiddel uiteraard. Kastjes die handig zijn, die je een normale keuken ook heeft. We hebben hier koelkasten voor de frisdrank, chocolademelk. Nog meer koelkasten voor frisdrank. Een magnetron voor eventueel als ze iets willen warmen. Nou, we hebben uiteraard een tweede deur naar buiten. Dan hebben we hier een urinoir en een gewoon toilet. Een voorraadkast. Fruit, chocoladereepjes enzovoort. Een wasmachine en een droger. En dan hier een niet onbelangrijk. De douche. Een dubbele douchecabine. Zodat ze na de was, na de koers direct kunnen douchen. En zich op kunnen frissen. En dan hebben we hier nog we hebben hier een bank en die kunnen we uitklappen dat het ook een massagebank is. En ook de haakjes voor de kleding enzovoort. En daarmee dus eigenlijk de hele bus? En daarmee heb je de hele bus op dit moment gezien, ja.